Hallo allemaal, ik ben Anita Witsier en ik heet jullie heel hartelijk welkom bij dit allereerste Stoptober webinar. Goed dat jullie allemaal kijken en dus ook allemaal mee gaan doen met Stoptober. 28 dagen lang, niet roken in oktober. Om ervoor te zorgen dat jullie er straks 1 oktober aanstaande helemaal klaar voor zijn, delen we het komende uur allerlei tips en weetjes om jullie optimaal te motiveren. Nu zit hiernaast een andere studio, Patrick Martens. En hebben wij contact, Patrick? Hi, ik kan jou heel goed horen. Hoor je mij? Ja, ik kan je ook zien. Oh, dat is ook fijn. Helemaal goed. Ja, vanwege de coronamaatregelen kunnen we natuurlijk maar een beperkt aantal gasten in de studio ontvangen. En omdat we over dit belangrijke onderwerp met zoveel mogelijk mensen van gedachten willen wisselen, hebben we besloten om tussen 2 studio's te schakelen. Nou, dat gaat ongetwijfeld goed komen. Patrick interviewt zo dadelijk een paar van onze bekende Stoptober-ambassadeurs. Maar hij praat ook met stoppers van een vorige editie om te vragen hoe het nu met hen gaat. Uiteraard komen er ook artsen en coaches aan het woord. Bijvoorbeeld om te vertellen hoe je nou goed kan voorbereiden of wat je moet doen als je toch de verleiding komt om een sigaretje op te steken. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij willen dat iedereen een gezonde en rookvrije toekomst tegemoet gaat. En geloof mij maar als ik zeg dat dat heerlijk is. Bij mij in de studio zit Michael Rutgers en dat is de directeur van het Longfonds. Welkom, Michael. Ja. De reden waarom jij hier zit. Het Longfonds is samen met de Hartstichting, het KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS initiatiefnemer van Stoptober. Ja, precies. Zo is het. De 7e editie alweer. Ieder jaar doen er meer dan 50.000 mensen mee. Ik vind dat een imposant aantal. Hoe komt het dat het zo succes is iedere keer? Ja, wij denken dat het komt omdat het samen is. Het is heel positief. Het is samen. Het is maar 28 dagen. Het is, te overzien? Ja, het is te overzien. Dus, dus het is makkelijk om in zo'n tijdsbestek van die 28 dagen dat te doen. Dus, en we zien dat er overal, ook in bedrijven en zorginstellingen, dat die allemaal samen dit soort dingen doen. En er hangt een hele positieve sfeer omheen. En ik denk dat dat echt helpt. Dus het wordt breed gedragen ook. Dus. Ja. Ja. En wat ook wel mooi is, die datum van 1 oktober. Hè, dan ik vroeg me net af, weet je dat dat komt? Een startschot. Ja, het is eigenlijk net zoals op 1 januari. Dan stoppen heel veel mensen met roken. Maar 1 oktober is net zo effectief aan het worden. 1 oktober, Stoptober, dat is steeds meer een begrip aan het worden. En dat is denk ik het geheim. Ja. En wat natuurlijk ook wel is, de verhalen van mensen die gestopt zijn met Stoptober. Mm-hmm. En 75% van de mensen die starten, houden het ook vol. Ja, dat is echt heel erg veel. Want is het samen stoppen ook effectiever dan in je eentje? Ja, natuurlijk. In je eentje zit je maar te ploeteren in je thuis. In je, ja. Natuurlijk, je hebt de app, je hebt het magazine, je hebt dit webinar en allerlei andere manieren om je te ondersteunen en om contact te hebben met elkaar. Dus dat werkt echt heel goed. Het is positief, het is samen en het werkt. Ja. En er zijn natuurlijk wel mensen die denken van nou, ik kan het heus wel alleen. En die vinden het een beetje, of niet stoer om hulp te zoeken. Hmm. Ja, dit is eigenlijk geen hulp. Dit doe je samen. He, dus zo moet je het zien. Ja, zo moet je het zien. Je bent niet zwak als je meedoet. Je bent juist, nee. Je bent juist stoer als je meedoet. Ja. Je bent zelfs sterk als je meedoet. Je bent sterk als je meedoet en als je het volhoudt. Ja, dat vind ik ook. We leven nu in tijden van corona. Bij heel veel mensen heeft dat een enorme impact op het leven. Gevolg, stress. Ik kan me voorstellen dat het juist in deze tijd lastiger is om te stoppen en dat mensen misschien zelfs wel meer gaan roken. Ja, dat is ook onderzocht, dat er mensen zijn die roken die meer gaan roken, dus de rokers die meer gaan roken. Dat is wel een verontrustend, want wij weten al lang dat die sigaret die stress niet oplost. Dat lijkt wel zo, maar dat is niet zo. Wander de Kanten zal er straks al wat meer over vertellen. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er meer mensen bewust aan het worden over het feit dat de roker het immuunsysteem, dus de bescherming die je hebt tegen allerlei ziektes van buiten, allerlei rotsen van buiten, bacteriën, virussen, noem op, dat het immuunsysteem aangetast wordt door roken. Dus je bent minder beschermd tegen het coronavirus. Dus juist nu? Juist nu moet je. Het moment. Ja, en dit is echt het moment om het te doen. Het is natuurlijk sowieso heel gezond om te stoppen met roken. We weten bijvoorbeeld dat je binnen 8 jaar nadat je gestopt bent weer dezelfde hartleeftijd had als iemand die niet is gaan roken. Dus het is echt zinvol voor je longen, voor je hart, voor alles. Maar zeker in deze coronatijd, je bent, als je gestopt bent met roken en je immuunsysteem is weer wat op orde gekomen, ben je beter bestand tegen corona. En als je corona krijgt, word je er minder ziek van. Dus dat is ook wel een hele belangrijke reden om te stoppen. Ja, dus we hebben Stoptober, die startdatum van 1 oktober met elkaar. En corona. En die reden die extra dit jaar erbij is gekomen. Dat zou extra moeten motiveren. Ik denk het wel. Ja.
voor de zevende keer hè, wordt het oktober georganiseerd. Denk je dat dat ook de komende jaren nog steeds zal plaatsvinden? Blijft het belangrijk en zo ja, in welke zin? Nou, er roken nog steeds 2,7 miljoen mensen. Wij streven naar een rookvrije generatie. Ja. Dat is dat we in 2035 dat kinderen niet meer in contact komen met sigaretten en rook. En dat is natuurlijk dat is heel erg aan het gebeuren. We zijn ons aan het richten op die kinderen. Maar om die kinderen te laten uit de buurt van de rook te houden, moeten de ouders natuurlijk ook stoppen met roken. En moeten roken in de omgeving proberen te verminderen. En we willen die mensen graag helpen. Die mensen die willen stoppen. Iedereen, bijna iedere roker wil stoppen. Is dat zo, ja? Ja, dat is zo. Oh. Ik dacht dat het 87% was. Moet je straks even aan Wanda vragen. Maar 87% van de rokers wil graag stoppen. En heeft ook al heel vaak een stoppoging ondernomen. Ja. Maar een stoppoging alleen, of op 1 januari, is wat anders dan een stoppoging op 1 oktober. In stoptober. Dus je hebt een grote kans, 75% van de mensen stopt ook echt. En daarvan 50 tot 60% blijft ook gestopt na die 28 dagen. Dus het is gewoon een hele mooie manier om met z'n allen te proberen om terug te gaan naar een rookvrije samenleving. En ik denk dat we daar niet in een jaar van af zijn. Meestal doen er 50.000 mensen mee, dit jaar misschien wat meer. Maar we moeten nog wel een paar keer hiermee aan de slag om te zorgen dat er langzamerhand steeds meer mensen beseffen dat het echt goed is om te stoppen met roken. Ja. En dat het ook voorop moeilijk is om te stoppen met roken. En dat je dat het beste samen kan doen. Ja. We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg. En we gaan net zo lang door tot die allerlaatste sigaret de wereld uit is. Zeker. Toch. Dankjewel, Michael. Graag gedaan. Graag naar jou, Patrick. Jij hebt 2 stoppers bij je zitten van vorig jaar. Ik ben heel benieuwd hoe het hen de afgelopen maanden is gegaan. Of ze het vol hebben gehouden ook. En ik ben ook benieuwd naar de tips die de coaches hebben voor de stoppers van dit jaar. Ja, het gaat allemaal aan zijn vragen natuurlijk. Ja, ook namens mij natuurlijk van harte welkom allemaal. Ja, links van mij 2 ex-rokers. Vorig jaar inderdaad meegedaan aan Stoptober. Judith en Samantha, fijn dat jullie er zijn. En aan de overkant zit Ingrid en Paulien. Stoppen met roken coaches hè, zijn jullie. Normaal staan jullie ook altijd in het Stoptoberhuis. Hè, maar door de oplopende coronabesmettingen kon dat helaas dit jaar niet doorgaan. Ja, corona helaas gaat het dit jaar niet door. Ja. Dus, jammer, maar natuurlijk ook wel begrijpelijk. Maar we laten ons niet gek maken, wel of geen stoptoberhuis. We gaan gewoon maar samen met elkaar stoppen met roken. In ieder geval 28 dagen. Dat hebben jullie vorig jaar gedaan. Zeg Judith, hoe bevalt het rookvrije leven? Veel minder stress. Je hoeft niet na te denken, oh, hoeveel sigaretten heb ik nog? Waar kan ik roken? Ja. Zoals bijvoorbeeld op Schiphol, dat je denkt van oké, ik moet 3 uur in het vliegtuig. Dan ga ik nu nog even snel ergens plek vinden. Ja. Dan sta je in zo'n vies hok met 30 andere mensen te roken. Dat hoef je gewoon nooit meer te doen. Het hoeft niet meer. Het hoeft allemaal niet meer. Wat een bevrijding. Heerlijk. Ook niet in de winter in je achtertuin. Nee. Het scheelt ook heel veel tijd. Je hebt veel meer tijd om andere leuke dingen te doen. Ja. En wat doe je zoal nu? Lekker hobbyen. Ik ben veel aan het knutselen met mijn handen. Een beetje. Ja, maar goed, dus je hebt wel een andere handeling gevonden voor je vingers. Dat is ook wel goed. Heel belangrijk. Ja, Samantha, als je even moet kijken naar het afgelopen jaar, hè, hoe is dat gegaan? De gebeurtenissen het afgelopen jaar is met ups en downs geweest. Dus het niet roken ook. Van moeilijke momenten gehad, maar. Ja, en wat deed je op die moeilijke momenten? Vooral bedenken dat het opnieuw moet stoppen, stel dat ik toch zou gaan roken. Dat het opnieuw moet stoppen, dat ik dat beginperiode niet nog een keer wou meemaken. Nee. En dat stress of blijdschap of elke emotie niet anders zou zijn als ik zou roken. Ja. Ja, emotie, dat is volgens mij wel een kernpunt ook. Hè. We hebben het toch, of tenminste rokers, of tenminste als ik even voor mezelf spreek, toen ik rookte, ik heb het allemaal toch gekoppeld aan een soort emotie. Ja, roken zit overal aan gekoppeld. Hè. Je rookt op elk moment. Mensen roken vaak al van 15, 16, van jonge leeftijd. Dus die sigaret heeft alles meegemaakt gedurende je hele leven, je volgende leven. En aan al die momenten zit een koppeling. Dus mensen koppelen het aan alles. Aan verdriet, aan emoties, aan woede. Aan blijdschap, gezelligheid, ja, stress. Het wordt niet gezelliger met een sigaret. Nee, eigenlijk niet. En wat heeft het nou eigenlijk het best geholpen om te stoppen met roken, Judith? Wat het beste voor mij heeft geholpen met stoppen, is dat ik het aan iedereen heb verteld dat ik ging stoppen met roken. Ja. Mm-hmm. Dat heeft me ontzettend geholpen. En ook. Want er is toen rekening met je gehouden ook? Nou ja, ik ben op een gegeven moment, ik heb weinig rokers in mijn omgeving. En iedereen had ook zoiets van, je kan ook gewoon niet roken. En uiteindelijk heb ik voor mezelf besloten om met Stoptober mee te doen.
Dat wist ik al maanden van tevoren. Ik heb het eerst voor mezelf gehouden om het voor mezelf goed op de rit te krijgen van dit ga ik echt doen. Toen ben ik de laatste 8 weken ben ik het aan mijn man, aan mijn kinderen, aan mijn ouders, aan de buren, aan iedereen op mijn werk heb ik verteld, jongens, ik ga meedoen met Stoptober. Ik heb mijn armbandje omgedaan. En vol erin. Dus je hebt eigenlijk voor jezelf wel een plannetje gemaakt. Ja, dat is wel heel belangrijk, denk ik. Tenminste, voor mij persoonlijk was het heel belangrijk. Want anders... Ja, is het belangrijke plan? Ja. Het is echt gewoon heel goed om jezelf goed voor te bereiden. Ja. Hoe bereid je nou toch voor? Niet meer stoppen. Nou, ik denk dat het heel goed is om jezelf sowieso de vraag te stellen... waarom rook ik? Dus waar ga ik tegenaan lopen als ik dan ga stoppen? Ja. En... Het vraagt natuurlijk bijvoorbeeld een hele andere manier van aanpak. Kijk, als je een stressroker bent, is het wat anders als wanneer je gewoon rookt voor gezelligheid. Ja. Dus het vraagt inderdaad om een goede voorbereiding. Dat je al die momenten gaat inventariseren en gaat bedenken wat ga ik daarvoor in de plaats dan doen. Ja. Ik denk dat iedereen kent dat het beste zijn eigen valkuil. Hè? Iedereen heeft wel eens een poging gedaan, dus je weet van tevoren al waar je het moeilijk kan krijgen. Ja. En daar kan je op goed op voorbereiden. Ja, want die valkuilen heb je natuurlijk ook meegekregen. Wat was jouw valkuil? Verveling, verveelmomenten en stress. Ja. Ja. En wat heb je toen gedaan dat je denkt van... Nou, ik zei toen vorig jaar ook, ik heb echt voor mezelf al van tevoren opgeschreven, wat kan ik doen op het moment dat ik verveel van kleine dingetjes, knutselen tot aan wandelen, bewegen. Beweging heeft mij heel veel geholpen. Dat is goed. Ja, dus dat van tevoren echt al bedenken. En ik heb het zelfs opgeschreven in mijn telefoon. Dus als ik het dan even niet meer wist, dan kon ik het opzoeken weer. Ja. Van goh, wat ga ik doen op die verveelmomenten? Ja, dus dat is eigenlijk ook meteen een hele goede tip voor de kijkers die nu zitten te kijken. Ja. Judith, heb jij nog een tip voor mensen die heel graag willen stoppen? Ik zou zeggen, als het in je hart goed voelt en je gaat er 100.000% voor, dan gaat het goed komen. Misschien niet direct, misschien heb je een keer een terugval. Maakt niet uit, gewoon blijven. Ja. Gewoon vol ervoor gaan. En wat misschien ook een tip is, als je zin hebt in een sigaret, neem eens een slok water. Kan ook, ja, maar af en toe dan denk je van, oh, ik heb zin in een sigaretje. Neem je een slokje water. Neem een pepermuntje of een mandarijntje. Ja. Allemaal, of ga lekker met je favoriete muziek meezingen, dat soort dingen. Kan allemaal helpen. App, hè? De Stoptober-app. Ja, en die is trouwens vanaf vandaag te downloaden. Fantastisch. Ja. Ja. Want wat is er voor de mensen die niet weten, wat voor informatie krijg je allemaal op die app? Ja, de Stoptober-app kijk je informatie over sigaretten die je niet hebt gerookt. Of hoeveel geld je uitspaart, je gezondheid. Maar je kan ook met elkaar communiceren, je kan groepjes vormen. Ja. Ik zou zeker kijken wat er allemaal in te vinden is. Het is echt heel leuk. En je krijgt positieve beloningen als je dag gestopt bent. Dus dat is leuk. Je moet een beetje leuk maken. Precies. En we hoorden net natuurlijk ook, stoppen doe je in ieder geval samen. Dank je wel natuurlijk voor jullie verhaal. En hopelijk heeft het heel veel mensen natuurlijk gemotiveerd die heel graag willen stoppen. We gaan even weer terugschakelen naar Anita. Want die gaat in gesprek met longarts Wanda de Kanter. En zij gaan even uitleggen wat nou precies die verslaving inhoudt. Inderdaad, Patrick, want we hebben het natuurlijk wel over dat roken zo'n verslaving is. Maar wat is nou eigenlijk zo'n verslaving en hoe hardnekkig is het? Want hij is wel lastig te tackelen, toch? Hij is lastig te tackelen, maar iedereen kan het. Ja, hè? En ik heb mijn gele papier meegenomen om uit te leggen hoe die verslaving in elkaar steekt. Kijk, als je 's ochtends wakker wordt, dan is je nicotine-niveau heel erg laag. Ja, want je s'nachts rook je niet. Nee, want s'nachts rook je niet. Sommige mensen die 2 pakjes roken, die worden s'nachts zelfs wakker om te roken. Oh. Maar dan neem je een sigaret en binnen 7 seconden na je inhalatie gaat het naar je hersenen, naar je beloningscentrum toe. En dan voel je, oh, zo lekker. Dat is de lekkerste sigaret. Instant bevrediging binnen 7 seconden. En dan na een half uur of een uur, dan daalt die nicotine weer in je hersenen. Mm-hmm. En hier voel je onprettig. Je voelt je een beetje gestrest, een beetje hongergevoel. En het enige wat helpt tegen al die gevoelens van onrust, onlust, is het nemen van een volgende sigaret. En dan voel je weer fijn. En dan gaat het maar door. Dus je bent de hele dag bezig om je eigen ontwenningsverschijnselen te belonen met een sigaret. En daardoor ga je denken, roken helpt me tegen stress. Mm. Nee, roken helpt tegen ontwenningsverschijnselen die aanvoelen als stress. Dus dat is de hele chemische nicotineverhaal. Maar dat is nog maar het begin. Want dat kan je na een paar dagen, is dat wel over. Maar dan begint het uit je lijf. Dan staat je lijf. Oké. Dan krijg je dat ontwenningsverschijnsel. Mm-hmm. Je slaapt misschien wat minder goed. Maar dan begint het. Dan denk je, ik ben er vanaf. En dan krijg je die gekke hunkeringen die je niet weet waar ze vandaan komen. Dan denk je, hoe komt dat dan? Als je hier wakker werd, dan dronk je een kopje koffie. Je voelde je niet lekker. En door het roken lekker. Dus
Koffie is een sigaretje erbij. Hier ging je de hond uitlaten. Mm-hmm. Je voelde je niet zo lekker, je ging de hond uitlaten. Dus als je de hond gaat uitlaten, denk je... als hij begint te kwispen, begin jij ook te kwispen. Want ik mag weer een sigaretje. En zo ga je door. En hier ben je boos, hier ben je verdrietig. Hier drink je thee, hier drink je een biertje. En omdat het zo snel naar je hoofd gaat... en daar is alles aan gedaan om... er heeft de tabaksindustrie ammoniak toegevoegd aan het tabak... zodat het heel snel in je hersenen komt. Dus hoe sneller het in je hersenen komt, hoe sneller de beloning volgt... hoe meer koppelingen je hebt. En dat is de reden dat heel veel mensen... Jan, het hoort allemaal bij elkaar. Hoort bij elkaar, precies. Je bent een soort, je bent een ongelooflijk gewoonte dier. Dat zijn we allemaal. Ja. Maar met deze verslaving... heel goed afgericht. Afgericht, precies. En als je dan na 2 maanden al gestopt bent... en ineens gebeurt er iets heel vervelends... en dan zit je ineens weer met een sigaret in je hand. Ja, dat is wat ik heel vaak hoor. Ja. Oh jee, van zo'n nare periode, ja, toen ben ik weer begonnen. Nou, ik bedoel, hoeveel mensen hebben dat al niet gezegd? Precies, en als je daar niet op voorbereid bent... dan denk je, dat heeft niks te maken met een nicotinetekort... maar het heeft te maken met die reflex, die conditionering... Ah. Dat kwispende hondje in jou, die dan wil roken. Dus als je stopt met roken... is het heel erg belangrijk om op die toekomst te zijn voorbereid. Weet wat je te wachten staat. Ja. En dat dus die sigaret de stress helemaal niet oplost... Nee. Maar dat het om iets anders gaat. Ja, en het grappige is dat... of grappig, het is natuurlijk helemaal niet grappig... want de meest voorkomende wat je hoort... is dat mensen roken omdat ze gestrest zijn. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn rokers gestrester dan niet-rokers, dan ex-rokers. Alleen als je stopt, is dat stressvol. Ja. Want je gaat je vriendje missen, die er altijd bij je is. Je denkt, ik ga me vervelen zonder mijn vriendje. Dus het geeft ook iets van rouw. Maar je weet dat uiteindelijk, als iemand langere tijd gestopt is... dat hij rustiger is, minder eenzaam voelt... en minder somber is. En het gekke is dat mensen precies het tegenovergestelde doen... dan wat de feiten uiteindelijk zijn. Roken helpt niet tegen stress. Want zo zijn die sigaretten ontworpen eigenlijk. Ja, hè? Het ontworpen. Is geen natuurproduct. Nee, het is totaal addictive by design. Het ontwerp is verslaafd... omdat die koppelingen zo snel op elkaar volgen. Zo, en iedere keer trap je daar dus weer in. Ja. Dat wil je toch niet, in zo'n trucje trappen? Nee. Daar moet je dus bewust van zijn. Ja. Wat is nou een belangrijke eye-opener als het over die verslaving gaat? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het een verslaving is. Dus dat mensen niet moeten zeggen, je moet gewoon stoppen ermee. Want zo simpel is het niet. Nee. En dat zo, als er zo'n hunkering komt... Heb ik heel vaak gezegd tegen mensen die zwaar roken, stop er gewoon mee. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is geen sigaret op te steken. Nou, hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, toen ik zelf stopte, ik was 47 pas toen ik stopte. Dus dat zegt wel, en ik zag genoeg mensen doodgaan aan roken. Als longarts? Als longarts. Dus echt, ik weet wel hoeveel... verslavend het is. Ja. En als je gewoon zegt stop maar, dan doe je iemand echt tekort. Want het staat voor zoveel. Het staat voor belonen, het staat voor stress, het staat voor verdriet, voor troost, momentje voor jezelf. Ja. Nou, ga dat maar eens even opgeven. Dat het allemaal gedachtenkronkels zijn, dat het niet de waarheid zijn. Voor jou is het jouw waarheid. Dus je kan het niet zomaar tegen iemand zeggen. Maar weet, als je zo'n hunkering krijgt, die duurt maar 3 minuten. En dat is voor de meeste mensen, wat? Ik moet roken nu? Mm-hmm. Ja, je wordt zo'n kwijlende hond en dan gewoon een soort stampende kleuter. Ik moet nu roken. Dan denk je, oké, je bent geen hond en je bent geen kind van 2. 3 minuten. 3 minuten? 3 keer 60 seconden. Precies. Wat ga je doen in die 3 minuten? Wees voorbereid. Maak een plan. Ja. Nou, wat kun je doen? Nou, verzin iets wat jij kan doen. Nou, ik wil met een mandarijntje eten, maar je kan natuurlijk niet iedere keer de hele dag 3 minuten lang mandarijnen eten. Nou, ik vind het heel erg leuk om te twitteren bijvoorbeeld. Of je kan op Instagram een foto posten. Of je kan iets. Je kan in die 3 minuten ontzettend veel doen. En wat ook heel nuttig is, vraag andere mensen. Er zijn 4 miljoen ex-rokers volgens mij in Nederland. Ja. Vraag aan hun, hoe heb jij dat nou gedaan? Ja. Wat deed jij toen je het zwaar had? Of bel iemand, of app iemand. Of vraag je vrienden je te helpen, je te belonen. En roken staat ook heel erg voor beloning. Ja. Dus kijk wat je kan doen met al het geld wat je uitspaart op de lange termijn. Of, en wat ik dan denk, van je bespaart heel veel geld. Hè? Als je niet rookt, je hebt een enorme gezondheidswinst. Je kan sneller de trap. Je kan het ook voor jezelf gaan testen. Hoe vaak kan ik nu al op en neer de trap af? Ja, dat kan je. Moet je wel een trap hebben. Oké, rondje om het huis. Ja, om het blok. Ik denk, heel veel mensen zijn natuurlijk bang om wat aan te komen. Dat is natuurlijk niet echt belonend voor mensen die niet te dik willen worden. Dat het zeer goed is om in die 3 minuten of wanneer dan ook... om bepaalde gewoontes te vervangen. Ja. En dat zie je ook sowieso als je je hele dag een beetje omvormt. Dat kan natuurlijk heel goed nu in deze coronatijd waar alles anders is. Dat je zegt, ja, als ik elke dag opsta en ik ga meteen roken... dan kan je ook zeggen, nou, je kan nu... Maak je dag anders. Je staat op, je gaat meteen douchen. Of je gaat meteen foto's inplakken. Of je gaat meteen een krant lezen. In plaats van... Of in plaats van koffie, thee. Helpt dat ook al? Ja, je kan alles wat je hele gewoonte door elkaar gooit. Dat gaat je ontzettend helpen. Dat gaat je redden. En bijvoorbeeld alle voordelen opschrijven. Ieder op de spiegel plakken. En iedere dag naar kijken. Een paar keer. Ja, dat is heel erg belangrijk. Want we zijn natuurlijk onbewuste wezens. We zijn een soort dieren. Dus die hunkeringen die komen gewoon uit het niks naar boven. Dus om jou
onbewust te voeden. Als je heel groot met lippenstift, nou, voor vrouwen dan, alle redenen opschrijft waarom jij wil stoppen. Ja. Vanwege rimpels, vanwege je uiterlijk, vanwege kanker. Maakt niet uit wat het is, of gewoon vanwege het geld. Ja. Als je het elke dag ziet, gaat het in je onbewuste, gaat je helpen. Dus opschrijven, waarom wil ik stoppen? Ja. Superbelangrijk. Er zijn heel veel handvatten. Ja. Voor hou vast. Ja. Om ervoor te zorgen dat je stopt en dat je het vol kan houden. Ja. Dus. Maar weet ze te vinden. Ja. 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 En wees voorbereid. Op Stoptober staat op de website staat ook het hele stappenplan. En dat is een mooie laatste checklist voordat je gaat stoppen 1 oktober. Kijk nog even van, goh, wat heeft andere mensen allemaal geholpen? Misschien kan mij dat ook helpen. Hè? En dat is een hele mooie soort. Het zal niet alles, als je het allemaal doet, zal niet iedereen helpen. Nee. Hè? Want wat je net van Michael Rutgers ook hoorde, een groot deel valt toch weer terug. Zeg maar 30-40%. Die gaat toch ergens in de loop van het jaar roken. Nee. Maar hoe beter je bent voorbereid, hoe meer je begrijpt hoe die verslaving in elkaar steekt, hoe makkelijker het gaat zijn. En als het niet lukt, net als leren fietsen, je kan van elke stoppoging leren, dan stap je weer op en dan fiets je weer door. Ja. Je bent niet mislukt als je stoppoging mislukt. Nee, absoluut niet. Mislukt. Nee. Iedereen kan beginnen met roken, maar hoe makkelijk je kan stoppen is heel erg erfelijk bepaald. En dat is geen excuus om het niet te doen. Ook eens. Ja, absoluut. Omgeving en erfelijkheid. Omgeving is ook super belangrijk. Dus ook als jij zegt, ik wil heel graag stoppen. En je weet dat ondertussen, als jij stopt, je partner niet wil stoppen en binnen blijft roken. Dat is echt bijna niet te doen. Dus vraag in ieder geval dan de partner om buiten te roken. Ja, duidelijk. Ja. Dankjewel, Wanda. Het maakt in ieder geval een heleboel helder. En ook zeker dat we ons wel eens mogen realiseren hoe ingewikkeld die verslaving is. Maar dat het niet onmogelijk is om ervan af te komen. Patrick, bij jou zitten volgens mij twee stoppers van de komende editie. En ook actrice Tjitske Reidinga. En ik heb begrepen dat zij al meerdere stoppogingen heeft gedaan, maar dat ze dit jaar echt definitief de sigaret aan de wilgen gaat hangen. Ja, dat klopt dan niet. Hè? Ja, sorry dat ik ook een beetje moet lachen. Want Tjitske zit zelf ook een beetje hier om te lachen. Welkom, fijn dat je er bent. En trouwens ook Marisol en Gert-Jan. Goed dat jullie zijn. Ja, Tjitske, begin even bij jou. Ja, dan hoor je Anita dat zeggen. Meerdere keren gestopt. Dan zie ik jouw handen zo voor je gezicht gaan. Beetje beschamend weg. Schaam je je ervoor dat je rookt? Nou, ik vind wel een hele sneuwe bedoeling. Ja? Maar je doet het al lang. Ja, en ik doe het ook altijd in mijn eentje. Iedereen om me heen is zo slim geweest om te stoppen. Dus ik ben ook de enige smurf die daar een beetje lullig stinkend in een hoek staat. Dus het is gewoon, Want wat voor roker ben je? Hoe zou je... Een fulltime roker. Een fulltime roker. Nou, begon als parttime roker. Ja. Pas op mijn 27ste. Ook heel lullig dat je denkt, nou, begin dan al op je... Nee, bedoel ik niet zo, maar laat ingestapt. Ja. Maar ik hou het ook heel lang vol. En ik ben heel goed in stoppen, maar ik ben ook ontzettend goed in weer beginnen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje mijn probleem. Ja, want waarom is het denk je nog niet gelukt? Ik denk toch een beetje door... Ik ben 2 jaar geleden weer begonnen en dat was toch een beetje stress. En toen was ik er al heel lang vanaf en toen dacht ik, ah joh, je kan prima. Een sigaretje. Ja, joh. Dan stop ik morgen. Het was ook een hele spannende avond, kom op. Ja. En dan met een wijntje, dan nog een wijntje, denk je, ja jeetje, je leeft maar 1 keer, jongens. Ik wil helemaal geen 100 worden, vooral niet in deze wereld, dus laten we er wat van maken. Dus zo een beetje hou ik deze hele oude motor aan de gang. Ja, maar toch is er nu, ben je toch op het punt bereikt dat je mee wil doen aan Stoptober. Ja. Waarom? Nou, ik werd eerst gebeld, wil je meedoen aan Stoptober? Toen zei ik, nee, natuurlijk niet, want dan ben ik echt te lang gestopt. En? Ben je al gestopt? Nou, nee. Nee. Nee, ik stond net als Sissy net buiten weer te roken. Nee, ik ben nog niet gestopt, maar ik heb wel hele goede hoop. Ja, wat verwacht je ervan? Een hele saaie periode. Ja, eigenlijk wel. Want ik drink er graag 's avonds een wijntje bij. Het is heel erg gekoppeld aan dingen. Ja. En het idee dat ik nu met gemberthee buiten zit. Want ik rook altijd buiten. Met gemberthee. En, is wel lekker. Ja, het is verrukkelijk. Maar het is natuurlijk enorm gekoppeld aan momenten, snap je? Ik denk dan, oh, de dag is afgelopen. Ik heb gekookt, alles is aan kant. Ik ga weer lekker een wijntje. Dit is een soort beloning. Ja, lekker ontspannen. En nu wordt dat munt of gemberthee. Ja, ik heb daar. Ja. En dan sporten, want anders dan ga ik er overal lekker. Want dat ken ik ook van die periodes. Dat ik dan
ophield en dan heel erg ging focussen op kookboeken en recepten, ja, en oneindig veel taken. Maar ik hoor wel, als ik nu zo hoort, ze allemaal, oh jee, oh dat, oh dat. Het is, ja, heb je er misschien wel enthousiast? Nou ja, ik kan me voorstellen. Nee, als ik heel eerlijk ben, denk ik, ik ga ervoor en het is tijd. Ik heb er genoeg van. Goed zo. Ik heb er echt heel erg genoeg van, want het is toch een soort gevangenis die je zelf creëert. Het is sneu, het is heel slecht. Ik schaam me dood voor mijn kinderen. Het is misschien ook wel, kijk, je bent nu een soort van uit de kast gekomen als roker die wil stoppen. Denk je dat dat ook voor jou een stok achter de deur is? Dat nu echt iedereen het weet? Nou, wat ik heel erg lief vond, voordat ik eigenlijk mee ging doen aan Stoptober, zet ik op mijn Instagram een foto van, oh, het is weer mislukt. Ja. En toen dacht ik, oh, dan krijg ik natuurlijk allemaal hele zure reacties op. Met slappeling en dit en dit. Maar dan kreeg ik dus, nou ja, niet eens zuur. Alleen maar van, ja, maar probeer het nog een keer. Het is helemaal niet erg. Je hebt het in ieder geval geprobeerd. Ik kreeg een soort, heel onverwachts, een soort bad van liefde over me heen. Ja. Over, kom op. Het is mijn, oh. Dus toen dacht ik, oh, dat werkt dus wel, volgens mij. Als je het met andere mensen doet. Ja, dat is goed. En ik word helemaal niet veroordeeld. Mensen vinden, denken juist, oh ja, dat heb ik ook. Ik ga ook stiekem bij de schuur of terwijl je bij betere boeren bent met je kinderen, ergens bij de geiten, zo stiekem. En het blijkt dat heel veel mensen dat hebben, weet je wel? En dat het gewoon, het is herkenbaar. Het is gewoon herkenbaar. Ja. Maar ik zou liegen als ik nu zeg, oh, donderdag, yes, dan ga ik beginnen, weet je wel? Ja. Maar ik denk wel dat ik heel snel, het is eigenlijk bij mij vooral altijd de eerste 2 dagen. Ja, maar als je die eerste 28 dagen doorheen komt, dan komt het goed. Ja. Ja. Nou, wie ook samen gaan stoppen, dat zijn de twee die tegenover zitten, Marisol en Gert-Jan. Want jullie gaan samen stoppen, ook omdat jullie een stel zijn. Hè? Jullie wonen samen. Jullie hebben samen besloten, dit gaan we doen. Wie is daar als eerst mee begonnen? Wie dacht van, we moeten stoppen? Ja, eigenlijk, ik zei tegen hem van, we moeten het weer gaan proberen. Want dit is niet de eerste poging. Nee. Dus ik ben degene die eigenlijk mee begonnen. Ja, en Gert-Jan, jij dacht meteen, nou, eerst let's go. Nee, in eerste instantie niet. Nee. En toen kwam ze met het Stoptoberhuis en toen was het, ja, dat is een mooie kans. Ja. En toen dat niet doorging door corona, toen, ja, toen hadden we eigenlijk iets van niet. En toen kwam die mail van jullie van Stoptober van, we gaan nu via online sessies, et cetera, et cetera. Ja, toen was ik weer degene die haar moest overtuigen. Ja, de rollen hebben een hele lange. Hele lang. Want waarom willen jullie stoppen? Waarom doen jullie mee aan Stoptober? Eigenlijk omdat het al een paar keer niet is gelukt. Ja. En ja, nu heb je inderdaad heel veel hulp wat je erbij krijgt. Ja. Heel veel mensen weten het inderdaad nu. Kan niet meer terug. Ja, nee. Je kan niet blijven falen inderdaad. Ja, ja, en dus wat zijn jullie valkuilen, denk je? Ja. Ik ben benieuwd naar het antwoord. Nee. Als je één rookt, dan ben je al, ja, dan is het al klaar. Wij zijn elkaars valskuil. Dus als ik stop en hij niet, dan heeft het geen zin. Dan is het gedoemd om te mislukken. Dus als jij stiekem een sigaret oproept, dan denk jij, nou ja, als jij rookt, dan ga ik het ook weer doen. Ja. Precies, ja. 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 Vorige keer vond ik een pak sigaretten in haar zak. En dan denk ik inderdaad van, ja, dan mag ik weer. Ja. Het was eigenlijk andersom. Maar het was eigenlijk andersom. Ja, eigenlijk willen we hier een kamer opzetten. Ja, de komende 21 dagen. Ja. Maar het gaat jullie gewoon lukken. En je hoeft het dus los van elkaar. En natuurlijk niet alleen te doen. Hè. Het is heel veel hulp via verschillende social media kanalen. Ja. Via de app, via Stoptober, Facebook. Ja. En, en andere hulp die wij krijgen. Ja. Nou, ik wens jullie natuurlijk heel veel succes. Zet hem op met elkaar. Ja, 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 natuurlijk ook. Ja, ik heb er zin in. Goed zo. Ja. Jee, ik ben steeds enthousiaster. Goed zo, dat hoor ik graag. Ja, we schakelen we even terug naar Anita en Wanda. En ik ben heel erg benieuwd of die verhalen die jullie net hier hebben gehoord, of dat een beetje herkenbare verhalen zijn. Nou, ik ben in ieder geval heel blij om te horen dat Tjitske nu echt zin in heeft gekregen. Wat mij opviel, en misschien hoor jij dat ook wel vaker, Wanda. Ik ben heel goed in stoppen, maar ik ben ook heel goed in weer beginnen. Ja. Wat is dat toch? Nou ja, dat zijn het allerbelangrijkste. Ik denk dat Tjitske dat ontzettend mooi zei. Dat je al die koppelingen hebt. En dan, of het nou een glaasje wijn is, of bij het ochtendthee, of een momentje voor jezelf, of beloning. Dat
dat blijft terugkomen, die koppelingen. Dus je moet ze gaan herkennen. En wat je, denk ik, heel erg belangrijk zei, wat Tjitske heel erg mooi samenvat, is alle redenen waarom ze rookt. Hè. Ze zei van, nou, ik rook om stress. Ik denk, één sigaretje moet einde kunnen. Einde van de dag lekker. Alcohol, einde van de dag. En tegelijkertijd zei ze, en waarom ik graag zou willen stoppen. Het is een soort gevangenis geworden. Ik schaam me voor mijn kinderen. Ja. En ja, dus, en met anderen zou ik het heel erg goed kunnen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je elke roker voor zichzelf weet waarom die eigenlijk rookt. En waarom die zou willen stoppen. Want beide kanten zitten in iedereen zijn hoofd. Mm-hmm. En wat ja, ook, want wat ik ook hoor zeggen, ja, maar soms is het saai. Ja, nou, ongezellig. Het is ook zo. En de eerste dagen, misschien wel weken, zijn ook saai. De glans is een beetje van het leven af. Want vroeger, wees voorbereid, Tjitske. Ja, en dat zijn niet eens ontwenningsverschijnselen, maar je gaat je vriendje missen. Want het staat voor zoveel mooie dingen. Beloning, leuk, gezellig, noem maar op. Dus het is logisch, het is normaal dat dingen soms wat minder leuk zijn zonder een sigaret. Maar het is slecht vriendje. Maar het gaat absoluut over. Ja. Die gevoelens gaan over. Later wordt het leven minder saai. Je hebt meer tijd, je hebt meer zin om dingen te doen. Je bent minder sloom uiteindelijk. Maar die eerste weken, die zijn voor heel veel mensen niet zo heel erg leuk. Maar als je het zelf ziet als een project, hè, als een soort, alsof je naar een ander land verhuist, dan kan het wel eens heel veel gaan geven. Ja. Doe het samen, vraag aan andere mensen, ga naar de website, ga aan andere vrienden vragen. Het geeft een enorme verandering. Je gaat niet alleen maar stoppen met roken, maar je gaat veel meer. Je gaat gewoon beter voor jezelf zorgen. Ja, je gaat een leuke leven tegemoet uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Maar de eerste dagen, daar moet je echt eerlijk over zijn. Of daar moet je weken, doorheen. Daar moet je doorheen. Maar voor, als je echt iets moois wil bereiken in het leven, dan moet je daar soms wat voor doen. Ja. En dat is bij roken stoppen ook zo. Ja. Ja. Wat mij trof was, Tjitske vertelde over, nog weer niet gelukt hè, via Instagram, dat ze heel veel positieve reacties kreeg. Ja. Dan vraag ik me af, hoe belangrijk is je omgeving eigenlijk als je wil stoppen met roken? Ja, omgeving is heel erg belangrijk. Als je, je hebt verkeerde vriendjes die zeggen, joh, je bent gestopt, ben je saai. Hè, en straks doe je dit ook niet meer en dat ook niet meer. Die gaan proberen jou te verleiden. Dat je heel sterk daar een antwoord al op hebt. Dat je gewoon zegt, zoals? Dat je weet van tevoren dat je die mensen gaat tegenkomen. Die eigenlijk jaloers zijn, want die willen ook wel stoppen met roken. Ja. Dat je zegt, ja, ik rook niet. Gewoon nee, ik rook niet. Maar laat je niet uit de tent lokken, maar ga er niet op in. Nee. En wat ook heel duidelijk was, dat mensen zeggen, ja, je kan best één sigaretje proberen. Er zijn twee kanten aan. Je kan er niet eentje proberen, want morgen zit je weer aan een pakje. Dan gaan al die nicotinereceptoren weer roepen om meer. Ja. En tegelijkertijd, als je er maar eentje hebt gerookt, heb je er maar eentje gerookt. Dus ga gewoon door met stoppen. He, dus laat je niet helemaal zeggen, nou, nu is het helemaal mis. Maar de omgeving, die moet echt ook bij zo'n hele stoptober, dat iedereen je helpt en klapt en zegt, van, wat ben je goed bezig. You go, girl! Yes! Ja. Ja, maak er een feest van. En het werkt dus ook andersom? Ja. Je omgeving? Ja, beide kanten op. Dus de omgeving heeft ook hier een grote verantwoordelijkheid in. Mm-hmm. Heb je nog meer gehoord waarvan je denkt, ja, dat vond ik wel interessant? Nou, de koppelingen, de beloning, het stoppen kan je leren. Hè? Wat ik eerder zei, als je zomaar gaat stoppen, hè, want ik ben zo goed in beginnen, wat Tjitske zei. Mm-hmm. Ja, als je niet leert van je vorige stoppogingen, dan kan je zo weer beginnen. Maar nu, als je s'avonds bijvoorbeeld met vrienden uit eten gaat die roken, dan ga je 's ochtends word je wakker en dan denk je al, vanavond ga ik eten en dan ga ik roken. Ja. Dus je neemt de beslissing om te gaan roken, vaak al uren, soms dagen van tevoren. Dus die beslissing om niet te gaan roken moet je ook ruim van tevoren nemen. Hoe, en je moet het soort visualiseren als ik vanavond daar ben met hun. Hoe gaat dat gesprek eruit zien en wat zeg ik als zij daarover beginnen? Of ik bel ze van tevoren op, maar wees voorbereid. En dat, het is alsof het heel glad is buiten. Mm-hmm. En je loopt naar buiten en je gaat onderuit. Nou, dat gebeurt er. Wees voorbereid. Doe ijzers onder je schoenen aan. En loop voorzichtig. Brace yourself. Yes. En dan gaat het lukken. Al die situaties waarvan je weet, daar wordt gerookt. Zij gaan vervelend doen. Of ze gaan me proberen te verleiden. Ja. Weet wat je te doen staat. Ja. Ja. En weet dat je verslaafde brein zit vol met gedachtenkronkels. Nu mag ik er wel eentje. Ik ben nu zo zielig. Ik moet me troosten. Ja. En het gaat je niet helpen. Op het moment dat je gaat roken, als er iets heel naars is gebeurd, dan heb je er een probleem bij. Je bent ook weer terug bij je verslaving. En dan wil je niet nog een keer door die hele periode heen. Dus het troost niet wezenlijk. Dat zei een vriendin van mij een keer. Die heeft jaren geworsteld om van het roken af te komen. Die zei, de allergrootste reden dat ik nooit meer ga beginnen is dat ik nooit meer wil stoppen. Dat was zo verschrikkelijk. Ja, dat is die kant. Maar het is ook mensen die heel makkelijk kunnen stoppen. Die kunnen ook weer heel makkelijk beginnen. Van, als dat alles is. Ja. Maar het gestopt blijven,
Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, ze is uiteindelijk geslaagd, hoor. Ja. Ja, ja, ja. En daar is iedereen ontzettend blij om. Zeker ook haar omgeving. Wanda, dankjewel voor je toelichting. Jij gaat plaatsmaken voor mijn volgende gast. En ik wil natuurlijk Marisol, Gert-Jan en Jitske heel veel succes wensen. Met ingang van donderdag 1 oktober. Jullie gaan het doen en jullie gaan het absoluut volhouden. Dan gaan we ondertussen ook even kijken naar onze andere vier Stoptober ambassadeurs. Want die zijn sinds begin september van dit jaar in onze commercials te zien. Op 1 oktober heb ik een date met meer dan 50.000 mensen. Het balletje gaat weer rollen. Maar het is Stoptober, stoppen we allemaal met roken. 28 dagen de verleiding weerstaan. Iedereen kan het. Ga naar stoptober.nl en stop ook mee. Op 1 oktober gaat het balletje weer rollen. Maar het is Stoptober, stoppen we allemaal met roken. 28 dagen de verleiding weerstaan. Ga naar stoptober.nl en stop ook mee. Ja. Doe mee met Stoptober, want het kan, zeker met elkaar. Ondertussen is hier aan tafel komen zitten Esther Kroes. Zij is arts, epidemioloog bij het Trimbos Instituut. Welkom Esther. Jij gaat ons nog wat meer vertellen over het succes van Stoptober. Ja. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, zijn we nou hier om onszelf op de borst te slaan of zo? Maar dat heeft een bepaald belang, hè? Dat heeft het zeker, ja. Want we hebben nu al een paar keer gehoord eigenlijk de afgelopen minuten dat het best lastig kan zijn om te stoppen met roken. Dus knap lastig zelfs. Dus als je het gaat doen, dan wil je het wel doen op een manier waarvan je weet dat die werkt. Ah. En waarom zou je dan kiezen voor Stoptober? Nou, en dat wil ik jullie eigenlijk nu laten zien. En ik heb daar 5 redenen voor gekozen, waarvan ik denk dat zijn de belangrijkste redenen waarom Stoptober werkt. Dus echt wetenschappelijk werkt. Echt werkt. Zo is het wetenschappelijk onderzocht. Oh, echt? Ja. Oh, nou. In Nederland en in Engeland. Nou, daar gaan Bring we. Bring it on. De eerste. Stoptober heeft een positieve aanpak. En wat, je dan, wat dat betekent is dat Stoptober is, in Stoptober is stoppen normaal. Dat doen tienduizenden mensen. En er zijn nog honderdduizenden mensen daaromheen die helpen om je daarbij te ondersteunen. Het hoort bij oktober. Het hoort bij oktober. Inmiddels, dit is de 7e keer. Ja. Iedereen weet, bijna iedereen weet inmiddels wat Stoptober betekent. Ja. Het gaat over stoppen met roken, dat het lastig is en dat je daar hulp bij kunt gebruiken. Ja, daar gaat het om. En Stoptober is er dus voor om de motivatie om te stoppen met roken te vergroten. Dat kan Stoptober goed. Dat is ook wetenschappelijk bewezen dat dat een van de dingen is die echt werkt. En in de tussentijd helpt Stoptober ook je motivatie om te roken te verlagen. Dus misschien moet je aan de gemberthee, dat weet ik niet. Maar werkt twee kanten andere, op. Het werkt twee kanten op, precies. Oké, gaan we naar de volgende reden. Dat is eigenlijk, Stoptober geeft ondersteuning waar je maar bent en wanneer je maar bent, wanneer je maar wilt. Dus altijd en overal. En we hoorden het net ook al even aan tafel. Er zijn ontzettend veel manieren waarop dat gebeurt. Er is Facebook, er is een hele goede app. Mm-hmm. Er wordt getwitterd. Er is een magazine dat je kunt raadplegen. Er is een Stoptober TV, ook een hele leuke, waar allemaal filmpjes en video's staan over goede voorbeelden om, en tips om te stoppen met roken. En we hebben natuurlijk de ambassadeurs die hier ook vandaag voor een deel aan tafel zijn. Ja. En die laten ook zien hoe zij het nu voor elkaar krijgen. Dus, je bent dus niet alleen. Je bent zeker niet alleen. En dat is cruciaal, hè? Dat is zeker cruciaal. Ja. Dat is zelfs het volgende punt wat ik wilde noemen. Dat is namelijk samen sterk. Sterk, precies. En dat is ook een hele belangrijke, want er is heel veel sociale steun. Die heb je ook nodig, want we hebben het gehad. Stoppen met roken is niet makkelijk. Maar je weet dat je het niet in je eentje doet. Je weet dat je op dag 3, dag 2, dag 3, dat zijn echt de lastige dagen. Ja. Dat je niet de enige bent met echt een heel erg slecht humeur. En dat je, nou ja, dat je denkt van, hou ik dit nog wel vol? Maar er zijn tienduizenden mensen op dat moment die hetzelfde doormaken. Ja. En er zijn honderdduizenden mensen, ik zei het net ook al, die je steunen en helpen om door te zetten. Het is ook gedeelde smart. Het is gedeelde smart en het is samen sterk. Ja. En dat is heel belangrijk. En wat dan ook leuk is om af en toe eens even op de app te kijken. Want de app geeft de hele tijd tips. En die geeft ook van dag tot dag nieuwe tips. Ook voor die hele moeilijke momenten. Ook voor die hele moeilijke momenten. En op een gegeven moment zegt die app bijvoorbeeld van, nou, als je nou goed oplet, dan merk je dat je smaak al is verbeterd. Oh, en dan denk je, nou, verhip, dat is nog waar ook. Dus dat is echt leuk. Dat stimuleert ook om het vol te houden. Ja. Omdat je elke dag eigenlijk ziet dat het beter wordt. Zie je kleine beloningjes. Kleine beloningjes, precies. Gaan we naar de vierde. Stoptober is overzichtelijk. Het gaat eigenlijk, dat is iets heel makkelijk. De uitkomst is heel makkelijk. De bedoeling is dat je 28 dagen niet rookt. Mm-hmm. Dus het is niet roken. Dat is, je rookt wel of je rookt niet. Dat kan je makkelijk zelf scoren.
Je hoeft het maar 28 dagen vol te houden. Helpt het ook bijvoorbeeld om te zeggen, oké, dit is de eerste dag, vandaag ga ik niet roken. Nou, dan heb je die dag succesvol afgesloten. De volgende dag zeg je, oké, dit is vandaag, ik ga vandaag niet roken. Dat je het per dag in kleine hapjes opdeelt. Dat scheelt zeker. Maar je weet ook, er zit een eind aan. Ja. Want ik hoef het maar 28 dagen vol te houden. En daarna kan je zeggen, doe het nog een dag. Precies, want wat je dan ziet, is dat heel veel mensen zeggen van, het was ontzettend lastig, maar het is me gelukt. Alleen als het me 28 dagen is gelukt, waarom zou het dan niet de rest van het jaar lukken? Of waarom lukt het me niet daarna dan weer voor de rest van mijn leven? En dat is zo eigenlijk zoals Stoptober werkt. Het is overzichtelijk waar je mee begint. En gaandeweg merk je dat je er steeds bedrevener in wordt. Dat het steeds beter gaat. Mm-hmm. En dan lukt het voor een heel groot deel van de mensen ook om het langer vol te houden. Ja. En je struikelt misschien ook minder snel. Omdat je ook je valkuilen beter herkent. Dat klopt. Dat is zeker het geval. En dat is natuurlijk zeker ook voor de mensen die al vaker hebben meegedaan. Of vaker hebben geprobeerd om te stoppen met roken. Je bent natuurlijk steeds meer ervaren. En je weet steeds beter waar je valkuilen liggen. Waar je niet in moet trappen. Ja. En de truc is dan natuurlijk dat je van tevoren gaat bedenken. Wat je gaat doen om daar niet in te vallen. Om je voor te bereiden. Precies, ja. Dat klopt. Dan gaan we naar de vijfde. Ja. En dat is dat Stoptober er heel goed in is om een gewoonte te doorbreken. Want Wanda had het er al over, de gewoonte van het roken, met het uitlaten van de hond, met het kopje thee, met de koffie, met het wijntje. Met alles met elkaar gekoppeld. Al die momenten, daar ben je aan. Eigenlijk is dat één op één gekoppeld. Dit moment, sigaretje erbij. Ja. En Stoptober helpt je juist om die gewoonte te doorbreken en om een nieuwe gewoonte aan te leren. Een goede gewoonte aan te leren. Een gezondere gewoonte aan te leren. En daar heb je eigenlijk dus, wat Wanda ook al zei, heel veel hulp van Stoptober, van de app, van het magazine, maar ook van al die miljoenen mensen die het al is gelukt in Nederland om te stoppen met roken. Ja. Nou, let goed op, want er komt straks ook nog een quizvraag over. En realiseer je dus ook dat het mogelijk is, hè? Dat het mogelijk is om blijvend te stoppen. Het is zeker mogelijk. Van Michael Rutgers hebben we al gehoord dat roken en corona geen goede combinatie is. Waar zit hem dat in? Ja, nou, dat is eigenlijk de volgende vraag. Je slaat misschien even een stukje over. Oh, sorry. Want we willen nog even zeggen wat dat dan doet, hè, met wat dan de eindresultaten zijn. En als je dan kijkt naar de dia, dan zie je dat 70% van de deelnemers het lukt om Stoptober 28 dagen vol te houden. Nou, dat is natuurlijk een enorm, dat is echt een hoogslagingspercentage. Maar dan daar hebben we het ook al over gehad. Dan komt er op een gegeven moment toch weer dat stressmoment. Tjitske had het er ook al over. Dat je denkt van, ik hou het niet vol. En dan val je toch weer terug. Nou, voor mensen die Stoptober hebben volgehouden en denken, ik wil er eigenlijk mee doorgaan, is er dan de mogelijkheid om de app, de Stoptober app, nog aan te houden, zal ik maar zeggen. Oké, dan blijf je dus gevoed. Dan blijf je gevoed worden met goede tips. En dan heb je dus een grotere kans om ook na Stoptober het vol te houden. Ja. Om niet weer terug te vallen. Dus niet te gaan roken. En dan nu je vraag. Ja. Waarom is het zo belangrijk om nu te stoppen? Ja, wat heeft corona met dat roken te maken? Ja, nou, wat eigenlijk heel erg duidelijk bewezen is dat een corona-infectie heviger is bij rokers. En dat kan je je ook goed voorstellen. Bij rokers is het zo dat de afweer in de longen, die wordt minder. Mm-hmm. En ook de algemene afweer wordt minder. En hoe de afweer in longen werkt, is er zitten allemaal trilhaartjes in. En die proberen troep naar buiten te werken. Maar die trilhaartjes die zitten vastgekleefd door de teer. En daardoor kunnen virusdeeltjes bijvoorbeeld en roet en noem het allemaal op. Je bent ontvankelijker. Je bent er veel ontvankelijker voor. Dus corona-infectie is heftiger bij roken. Ben je eenmaal geïnfecteerd met corona, dan is de kans veel groter dat je ernstiger symptomen krijgt en ook ernstiger ziek wordt en ook een grotere kans hebt op overlijden. Maar dat niet alleen. Er is ook een hogere infectiekans, hoogstwaarschijnlijk. Dat is bij corona zelf nog niet zo heel goed onderzocht, maar bij alle andere infecties is overduidelijk dat rokers vatbaarder zijn voor infecties. Rokers worden sneller verkouden, krijgen vaker griep. Alles wat met infecties te maken heeft, daar hebben rokers sneller last van. En bovendien speelt ook mee dat corona kan worden overgedragen door de hele tijd met je handen aan je gezicht te komen. Ja, dat wordt afgeraden. Dat wordt afgeraden. Ja. En dat is natuurlijk precies wat de rokers doen. Ja. Die zitten eigenlijk heel vaak op een dag met hun handen aan hun gezicht. Ja. En daarom is het ook heel waarschijnlijk dat de rokers ook een grotere kans hebben om geïnfecteerd te raken. Nou ja, en dan het laatste gedeelte hiervan. Stoppen is dus juist nu zo belangrijk. Want we hebben net, voor wie geluisterd heeft naar wat premier Rutte te vertellen had, die heeft ook gehoord dat het eigenlijk de verkeerde kant op gaat op dit moment weer met corona. We zitten echt midden in de tweede golf. Er komen steeds meer infecties bij. Dus als je wilt stoppen, we zijn voorlopig niet van corona af, doe het dan nu. Stoppen met roken is nu van groot belang. Want het is beter voor je gezondheid. Die gaat heel snel vooruit. Dus dan ben je beter bestand tegen een infectie met corona.
Heel erg duidelijk. Dankjewel Esther voor jouw toelichting. Kort samengevat, stop met roken is altijd een heel goed idee, maar juist nu in tijden van corona dubbel zo goed. Helemaal correct. Bij Patrick zijn ondertussen twee van onze Stoptober-ambassadeurs aangeschoven. Victor Abon en, daar is hij weer, Rick Brandsteder. Ja, goed dat jullie er zijn, heren. En Wanda is ook aangeschoven. Ja, Rick, ik begin inderdaad maar gewoon meteen met jou. Want vorig jaar, je kent me inmiddels. Ik ken je inmiddels. Ja, graag gezien de gast. Ik zie je liever niet op dit soort gelegenheden, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik dacht ook van, ja, ik weet niet of ik nou hier zo trots op moet zijn. Maar aan de andere kant, ik vind juist, ik mag wel trots op mezelf zijn, dat ik hier weer ga zitten. Ja. Want ik denk dat er meer mensen in hetzelfde schuitje zitten die niet is gelukt vorig jaar. Zeker. Maar dan ook, en zo was ik ook altijd. En dat was ook mijn eerste reactie toen. Oh, ik gooi de handdoek in de ring. Het gaat mij niet lukken. Dit is niet voor mij weggelegd. Maar wat is er gebeurd vorig jaar waardoor het niet lukte? Nou ja, ik kan nogal eigenwijs zijn. En ik dacht, ik kan dit wel even op karakter. Dus je hebt eigenlijk geen gebruik gemaakt van de gratis hulp die je stopt op biedt? Nee, en ik denk ook erover praten met anderen. Met misschien ex-rokers, maar ook met gewoon mensen in je omgeving, om je heen. Dat goed is. Maar zo'n magazine, gedaan. Bijvoorbeeld die app. Weet je, ik fladder altijd al een beetje door het leven. Ik denk, ik fladder hier wel even doorheen. Nee. En ook bijvoorbeeld de hulp van een pleister, weet je, voelde ik me te goed voor. Nee, dat flik wel even. Nou ja, ik kwam bedrogen uit. Ja. Later in het jaar ben ik toch nog een keer een poging gaan wagen. En dan wel met pleisters en wel even met wat hulp en een beetje beloning en een nieuwe hobby en wat meer sporten. En toen ben ik gewoon 3 maanden gestopt. Dus ik weet dat het erin zit. En toen kreeg ik een telefoontje van Rick. Zou je nog een keer mee willen doen? Dus ik denk, nou ja, voor al die mensen die in hetzelfde schuitje zitten, wil ik heel graag laten zien dat iedereen een tweede kans verdient. En dat de aanhouder wint. Ja. Dus een voorbeeld voor anderen. Ja, ik moet het nog wel even flikken, Patrick. Zeker. Nee, zeker. Maar wat ja, maar je gaat het anders doen dan vorig jaar. Je gaat meer luisteren naar de hulp die je kan krijgen. Ja, het is een beetje het inrichten van het landschap. En dat kan je dus zo goed mogelijk inrichten om dit zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. En dat heb ik vorig jaar een beetje nagelaten. Maar een boek erover lezen, wat ik zeg, erover praten. Misschien alleen al het magazine, met mensen in je omgeving, een extra hobby of sport. Het helpt zoveel en het kan het zo makkelijker maken. En elke dag dat je volhoudt, is er weer eentje bij. En dat sterkt je om door te gaan. Ja, Wanda, hij zegt eigenlijk alleen maar hele goede dingen. Ja, ik vind het echt super stoer dat je weer meedoet. Ja. Want het is inderdaad, je ziet het, 60-70% valt terug ergens in de loop van het jaar. En wat je ziet, dat de meeste mensen doen er dan weer 5 jaar over. Ja. Om dan weer te gaan stoppen. Die voelen zich een loser. Of die denken, ik kan het helemaal niet. Maar gewoon het feit dat je andere mensen laat zien dat je gewoon van stoppen kan je leren. Je hebt een ander plan gemaakt. Je hebt andere dingen bedacht. Ja. Heel veel van geleerd. Ja, ik denk dat je ontzettend een mooi rolmodel bent. Ja, helpt dat echt anderen? Absoluut. Het verhaal van Rick? Oh, zeker. Want het is niet alleen het verhaal van Rick. Maar het is het verhaal van uiteindelijk gewoon 100.000 mensen. Die zichzelf verliezen in de verslaving. En denken, ik kan het blijkbaar niet. Ja. En dan maar doorgaan. En juist iemand als Rick zegt, ik kon het niet. Maar ik ga het toch weer gewoon proberen. Ja. En uiteindelijk zie je dat je gemiddeld een aantal stoppogingen nodig hebt. En dat het uiteindelijk dan lukt. Ja, dus dat is super. Dit moment, omdat dan ook weer, dat heb ik wel vorig jaar heel erg gevoeld. Is de energie die je ervan krijgt dat je dit samen doet. En dat is misschien nog net even dat stapje dat ik dit jaar dan nog nodig heb om het helemaal uit mijn leven te weren. Ja, nog een paar dagen is het natuurlijk 1 oktober. Hoe die dag nadert. Hoe sta je erin? Hoe voel je je? Enerzijds toch wel een beetje van die grote dag zit er aan te komen. Ja. Het afscheid van een liefde, zeg maar. Ja. Aan de andere kant ben ik juist heel erg getergd. En heb ik eigenlijk wel zin in. En dan kan het niet vroeg genoeg komen. Ja. Ja. Ja, ik ben er ook wel gewoon echt klaar mee. Dat zei ik vorig jaar ook. Want zo ben ik ook wel. Ik probeer ook altijd te leren ook van je kan heel creatief zijn om iets te bedenken waarom jij toch wel weer een sigaretje verdient. En ook daar, je moet even soms bij stilstaan van hoe je brein werkt. En eigenlijk wat voor stommiteit die eigenlijk allemaal doorvoert om maar toch wel weer dat. Dus ook dat is weer leerzaam. En ik denk dat ik van alles een beetje heb meegepikt dat ik nu beslaagd in huis kom. Goed zo. Nou, jij bent er klaar mee, maar ik ben er ook klaar mee dat jij iedere keer weer hier zit. Dus volgend jaar is het de laatste keer geweest. Het is echt de laatste keer. Hartstikke goed. Victor. Yes. Ja, jongen. Ook stoer dat jij natuurlijk als ambassadeur meedoet aan Stoptober. Ja. Wat voor roker ben jij eigenlijk? Ik sta ermee op en ik ga ermee slapen. Echt waar? Ja. Het is wel echt mijn ontbijt en mijn nachtmutsje, mijn slaapmutsje. Ja. Ja. Ja, zeker wel. En waarom heb je besloten om nu mee te doen aan Stoptober? Heb je wel eens pogingen gedaan? Ja, een keer, één dag, een hele echte dag. Eén dag dat. Ja, en dat was, dus dat was snel weer voorbij. Nee, maar ik heb er eigenlijk wel zin in, merk ik. Ik heb er zomaar zin in en dat had ik niet verwacht toen ik ja zei.
Maar kijk, er is toch nooit een goede dag om te stoppen met roken. Er is nooit dat moment dat je denkt, oké, nu ga ik het doen, want dan heb je weer die verjaardag en dan weer die ja, en dan weer dat. Er is altijd wel een excuus om... Om door te gaan. Dus nu dacht ik, mooi, 1 oktober, het is nog een draaidag ook. Dus normaal had ik deze dag nooit gekozen om te stoppen. Maar het is perfect. We doen het met z'n allen. Het is een goede stok achter de deur. Het is een compleet random dag. Linksom of rechtsom, 1 oktober gaan we gewoon stoppen. Ja, goed zo. Maar wat zijn je valkuilen, denk je? Waar zie je een beetje tegenop? Ik herken wel heel erg al die triggers. Dus dat ik echt heel veel momenten heb waar een sigaret bij hoort. Maar wat ik... ook denk is dat dat juist heel veel tijd op gaat leveren om dan niet stil te gaan zitten met een peuk, maar dan maar te bedenken, oké, dan heb ik nu dus tijd om wat anders te gaan doen. Ja, misschien ben je volgend jaar wel gewoon al een jaar rookvrij, joh. Hoe gaat dat jaar eruit zien voor jou? Ja, ik denk dat ik dus heel veel tijd over ga houden in één keer om weer leuke dingen te doen. En dat mijn conditie automatisch vooruit gaat en dat ik daardoor dan ook misschien het leuk vind om eens wat meer te gaan sporten, omdat ook mijn conditie toch vooruit gaat. Dus ik heb er echt heel veel zin in eigenlijk. Nou ja, Wanda, dat zijn de twee hele gemotiveerde mensen. Dat was vorig jaar ook, hè, pas op. Ja, dat is wel waar. Maar... Je valt af en toe van je fiets, dan stap je weer op. Daar is niks mis mee. Maar wat jij op een gegeven moment zei, was een, vond ik echt een ontzettend mooie uitspraak. Dat je, waar je vanaf wilde, was het kortstondig, oppervlakkig. Ja, het oppervlakkige genieten. Kijk, effectief denk je dat je wat lekkers doet. Lekker een peukje, dat een beloning is. Maar het kost je hartstikke veel geld en het is slecht voor je. Dus het is geen beloning. Dat hou je maar voor dat het iets is wat goed is voor je. Ja. Een soort stom visuele cirkeltje wat je zelf in stand houdt en wat je geld kost en wat nog ongezond is voor je. Alsof je daarmee beter af bent. En ik weet wel, ik ben vorig... Maar goed, dat weten we natuurlijk eigenlijk allemaal. Toch is dat niet voor heel veel mensen natuurlijk ook niet een reden om te stoppen. Nee, maar ik weet bijvoorbeeld wel wat mij denk ik heel erg gaat helpen. Ik ben vorig jaar gestopt met drinken. Ja. En wat ik heel fijn vond, kijk, als je op een gegeven moment een aantal dagen gestopt bent, dan ben je ook een moeilijke dag gestopt. Een verjaardag waar iedereen rookt. Als je daar dan niet rookt en je zit een keer gewoon random thuis en je hebt zin in een peukje, dan denk je, ik heb toen niet gerookt. Ja. Waarom zou ik dan nu wel gaan roken? Ja. Dus op een gegeven moment is het ook een kwestie van gewoon vasthouden. Je sterkt jezelf, ja. Ja, dus hoe langer het lukt, hoe makkelijker het op die manier wordt. Ja. Ja. Nou, ik wens jullie gewoon heel veel succes de komende tijd. Dat gaat helemaal goed komen, dat weet ik wel zeker. Ik wil even ook een quizje met jullie doen. Even kijken of jullie vanavond een beetje goed hebben opgelet. En wat jullie eigenlijk allemaal weten over het thema roken. Doe ik ook heel graag met Tjitske Reiniga. Dus kom er gezellig bij. Ja. Want Esther die heeft een aantal vragen voorbereid. En jullie de taak om gewoon het goede antwoord te geven. Dat doe je door middel van het bordje. Ik heb vannacht lekker geknutseld. Dus het is een klein ezeltje. Heb ik even in elkaar getimmerd. Met een klein doekje en een aatje en een beetje. En het leuke aan deze quiz is dat u thuis natuurlijk gewoon lekker mee kan doen. Laten we gewoon maar eerst beginnen met de allereerste vraag. Esther, kom maar door. Ja, nou, daar komt hij aan. Stel, jullie zijn straks gestopt met roken in de stoptoberperiode. Waar hoor je dan toe tot de groep van de meerderheid van ex-rokers? Zijn er meer ex-rokers in Nederland? Of behoren jullie dan tot, of zijn er dan nog steeds meer rokers in Nederland? Dus zijn er in Nederland meer ex-rokers of rokers? A, er zijn meer ex-rokers. B, er zijn meer rokers. Oké, nou, ik zie al twee A'tjes. A, B. Tjitske. Nou, je zit Sorry. Oké, maar ga je toch voor een bescheiden A'tje? Ja. Ga voor een A'tje. Wanda gaat voor een B. Dus dit is Wanda. Wanda gaat voor een B. Oké, ik zie hier drie A'tjes en een beetje. Ja, ik ben helemaal verbaasd over Wanda, want die heeft het fout. Het goede antwoord is, er zijn meer ex-rokers in Nederland. Er zijn in Nederland inmiddels 4,5 miljoen mensen die het is gelukt om te stoppen met roken. En dat is echt heel veel meer dan de bijna 3 miljoen die nu nog steeds wel roken. Dus het goede nieuws is, het lukt om te stoppen met roken. En 4,5 miljoen mensen hebben dat voor jullie al gedaan. Wauw, wat veel. Ja. Wat Patrick, goed, zeg. Patrick, hou jij de punten bij? Oh ja, ik ga zeker de punten bijhouden. Dat zijn het, ja. Staat genoteerd. Nou, laten we snel maar doorgaan bij naar vraag 2. Nou, daar komt hij. Deze moet Wanda goed hebben, want daar heeft ze al uitgebreid over gesproken. Is een sigaretje goed tegen de stress? Antwoord A, jazeker. Antwoord B, nou echt niet hoor. A of B?
Ja, ik zie hier 4 keer NB. Ik denk dat ze heel goed hebben opgelet vandaag. Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. De antwoord is inderdaad echt niet. Een sigaretje werkt echt niet tegen de stress. Want Wanda had het heel duidelijk uitgelegd. Een sigaret zorgt ervoor dat de nicotinespiegel weer stijgt. Als je dan niet rookt, dan daalt die weer. Dan word je zenuwachtig, dan krijg je onttrekkingsverschijnselen. En daartegen neem je dan weer een nieuwe sigaret, zodat je nicotinespiegel omhoog gaat. Dus de nicotine is degene die de ontwenningsverschijnselen opheft. En het is dus niet dat je daar stress mee opheft, maar je heft er ontwenningsverschijnselen mee op. Dus geen stress oplossen met een sigaret, want zo werkt het niet. Start genoteerd. Lekker bezig, jongens. Hartstikke goed. Het wordt een beetje gelijkspel, ben ik bang. Jij maakt nog steeds kans op de stressbal. Op alle 10. Dit gaat spannend worden. Maar goed, we zijn er nog niet. Hè. Laten we snel doorgaan met vraag 3. Daar komt ie. Oké, nou, als je nou een pakje per dag rookt en je doet mee aan Stoptober, hoeveel heb je dan na 28 dagen gespaard? Dan moet je natuurlijk weten hoeveel een pakje sigaretten kost. Maar dat ga ik niet verklappen. Nee, als echt, dat echte, weten, rokers, de echte rokers weten dat natuurlijk wel. Ja. Dus 1 pakje per dag heb je dan aan het eind van Stoptober bijna €100 gespaard. Antwoord A. Of meer dan 200. Antwoord B. Nou, antwoord B. Nou, hier zie ik al 4 keer een beetje staan. Nou, dat zou wel een goede, lekkere vakantie zijn, Victor. Toch? Ja, zo de pure maand? In deze tijden? Het is dan, nou ja, dan kan je nog opsparen voor 2 jaar. Weet je wat je dan allemaal bespaart? Maar dat is vol of niet? Oh ja. Ja, ik zie hier 4 keer B. Ja, nou, dat is helemaal goed. En voor de rokers weten dat natuurlijk, dat een pakje tegenwoordig bijna al €8 per stuk kost gemiddeld. Dat is omdat er afgelopen april een accijnsverhoging van €1 bij is gekomen. De verwachting is dat dat de komende jaren eigenlijk elk jaar toeneemt en dat we over een paar jaar op €10 per pakje zitten. Dus nu €8 keer 28 dagen, dat is al €224. Dus dat is inderdaad ruim meer dan €200. En dat zal in de komende jaren alleen maar meer worden. Dus antwoord B was goed. Tel uit je winst. Nou, maar inderdaad. Ja, nou, ze hebben hier al een vakantie naar Vlieland geboekt met z'n allen. Laten we doorgaan met vraag 4. Oké, okay, komt-ie. In sigaretten zit niet alleen tabak, maar er zit nog heel veel meer in. Dat wordt er door de tabaksindustrie aan toegevoegd. En wat voegen ze er vooral aan toe? Suiker. En waarom is dat nou eigenlijk zo schadelijk? Antwoord A. Het is kankerverwekkend en verslavend. Of antwoord B. Je wordt er dik van. Ja, dit ging eigenlijk redelijk snel. Maar wist je dat er in sigaretten suiker zat, Tjitske? Echt waar? Ja. Ik was hier redelijk verbaasd over. Ik wist dat super niet. Goed team hier. Ja, dat is een heel goed team. Dat is secondenwijs. Nou ja, goed. We weten het goede antwoord nu niet. Nee. Hè? Maar ik zie hier 3-4 keer een A. Maar Wanda wist het natuurlijk. Maar A denken ze. Ja, nou, ze hebben weer gelijk. Het is wel inderdaad een supergoed team, moet ik zeggen, hoor. Het is kankerverwekkend en verslavend. En dat komt dat als je de suiker verhit, dan komen daar inderdaad kankerverwekkende stoffen bij vrij. Er komt ook een stof bij vrij die zorgt dat de nicotine sneller in je bloed wordt opgenomen. Dus daardoor neemt de verslaving toe. En iets wat ik hier nog niet heb gezegd, maar wat ook heel erg belangrijk is, de suiker aan de tabak wordt toegevoegd, die zorgt ervoor dat de vieze tabaksmaak, want eigenlijk is tabak van zichzelf, heeft een hele vieze smaak, ja, dat die vieze tabaksmaak verdoezeld wordt door die suiker. Dus het is ook nog je reinste verlakkerij. Antwoord A was goed. Hartstikke goed. Dat weet ik nog wel. Vroeger, als je dan een checkje niet goed had gedraaid, en dan inhaleer je, dan kreeg je zo'n pop check in je keel. Oh, ik weet dat. Vond ik altijd heel naar. Ja, maar goed, ja, de laatste vraag gewoon. Vraag 5 alweer. Ja, nou ja, inderdaad. Dus de volgende. Straks, aan het eind van Stoptober, is je conditie al een stuk beter? Is dat een uitspraak die niet waar is? Dat is A. Of is het een uitspraak die wel waar is? Antwoord B. Dus aan het eind van Stoptober, na een maand, is je conditie beter. Ja, dan wordt hij meteen een beetje zo gelachen. Tjitske, je moest meteen lachen. Ja, natuurlijk wordt je conditie beter. Ja. Ook al heb ik dat nooit gemerkt, maar veel over gelezen. Maar dus, dat weet ik gewoon. Maar hoe is het nu met je conditie? Ja, dat weet ik eigenlijk, weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Nee. Ja, ik kan er wel heel lang. Nee, ik weet het niet. Weet niet. Dus met jullie conditie? Ja, ik heb ook, eigenlijk heb ik geen idee. Geen idee. Nee.
Zit wel goed. Zit wel oké, maar het kan natuurlijk veel beter. Ja. Het kan natuurlijk veel beter. Nou ja, ze zijn hier met z'n allen wederom eensgezind. Antwoord B is het. Nou ja, dat is correct. Het is, je conditie wordt daar zeker beter van. Dat zal je ongetwijfeld merken. Er gaat nog veel meer beter. Je huid wordt er beter van. Je reuk wordt er beter van. Je smaak wordt er beter van. Eigenlijk gaat er heel veel beter als je stopt met roken. Je dus houdt geld over. Je houdt geld over. Je houdt tijd over. Je kunt allerlei leuke dingen gaan doen. Ja. Je stinkt niet meer. De kat houdt weer van je. Ja. Eigenlijk zitten alleen maar grote voordelen aan. Ja. En alleen maar winnaars daar, of niet? Het zijn eigenlijk alleen maar winnaars, ja. En even hartelijk gefeliciteerd. Jullie zullen het wasmachine met z'n drieën moeten delen. Ja. Dus veel succes daarmee. Dankjewel. Gezellig. Ja. Jij bedankt. Dankjewel Esther voor alle informatie die je ons hebt gegeven. Dankjewel ook voor de quiz. Zeg Patrick, jij komt nu deze kant op, geloof ik. Patrick, ja, kom eraan. Ik zat een beetje vast. Esther gaat plaats voor je maken. Dan komt het helemaal goed. Ja, zoals gezegd is vanaf vandaag de app dus te downloaden. Daar vind je iedere dag tips en steun. Je ziet ook wat je dagelijks hebt uitgespaard door het niet kopen van sigaretten. En ook wat je gezondheidswinst is. Bovendien ligt er in het kruidvat dit gratis magazine voor jullie klaar. Vergeet vervolgens ook niet om iedere dag even naar de filmpjes te kijken, de tips te lezen en om Stoptober TV te volgen. Daar is hij hoor. Ja. Ja. Wauw. Zo, echt hè? Dat is veel informatie. Heel veel informatie. Ja, wat is blijven hangen? Nou ja, dat het heel belangrijk is om het toch samen te doen. Ja. Dat echt gewoon winst is. Dat je er niet alleen voor staat. Wat ik heel erg opvallend vond, is dat je echt een plan moet maken. Ja. Een plan voor jezelf. Waarin je weet van, ik ga daarheen, moet ik daar rekening mee houden. Ja. Dat zijn mijn valkuilen. Ja, en als je die al weet, ja, dan kan je dat al een beetje... Kan je verschillend wel steviger in je schoenen staan. Ja, ja zeker. Ja, ik vind het toch wel een hele interessante avond. Ik kan niet anders zeggen. Mm-hmm. En ook dat je dat roken echt een ingewikkelde verslaving is. Want als iemand tegen je zegt, dan stop je gewoon met roken. Dat heeft geen zin. Je moet het serieus nemen. Je moet hulp zoeken. Er is heel veel hulp. Er zijn heel veel mensen die ermee willen helpen. Ja, ja je hoeft het niet alleen te doen. Dat is eigenlijk heel fijn. Ja. Je omgeving informeren. Niet zorgen voor achterdeurtjes. Nee. Niet doen. Oh, jij hebt echt heel goed opgelet vanavond. Ik heb het ook al opgeschreven. Ja, je hebt het allemaal opgeschreven. Ja. En, goed. En het leven van een niet-roker is vele malen leuker, gezelliger, ontspannender. Ja. Dat hoorde ik ook iemand al zeggen, volgens mij bij jou aan tafel. Je hoeft niet meer te zoeken naar een sigaret. Of te denken van, oh jee, ik heb niks bij me. Waar kan ik roken? Maar dat weet ik ook van mezelf. Ik heb zelf ook 20 jaar gerookt. En het is echt een soort bevrijding om dat niet meer te hoeven doen. En zo heb ik het ook echt wel ervaren. Inderdaad, niet meer die stress van, oh nee, ik heb maar één sigaret. Hoe ga ik de hele dag doorkomen? Ja, verschrikkelijk, hè? Of 's avonds dat de winkels dicht zijn. Ja, die paniek en die stress, daar hoef ik helemaal niet mee bezig te zijn. Ja, dus het is heel moeilijk, maar ik vind het wel fijn om te horen dat het... Het kan. Dat het kan. Het is mogelijk. Er zijn 4,5 miljoen mensen gelukt. Ja, zeker. Sigaretten worden ook steeds duurder en de plekken waar je mag roken worden steeds schaarser. Neem dat allemaal mee. Donderdag 1 oktober aanstaande als jullie stoppen met roken. Tot zover. Dit is het officiële deel van het webinar. Maar wil je nog meer weten? Zo dadelijk gaan wij verder met de coaches. En die gaan de meest gestelde vragen beantwoorden die zijn ingestuurd. Dus blijf op deze zender. En zo dadelijk krijg je nog heel veel meer informatie. Succes allemaal. Ja. Want hoe is het? Je wil het. Je kan het. Je doet het. Stoppen doen we samen. Succes. Oké, ik wil iedereen succes wensen. Nee, het is echt ieder voor zich, God voor ons allen. Maar iedereen succes. Bij deze wil ik iedereen die meedoet aan Stoptober, wil ik gewoon heel veel succes wensen. Alle Stoptobers, jongens, kom op. We kunnen het, hè. 28 dagen. Als we hier doorheen komen, is de rest een fluitje van een cent. Rook is niet meer van deze tijd. Laten we eerlijk zijn. Gewoon stoppen. Heel veel succes. Je kan het. Ja, er zijn online ontzettend veel vragen van jullie binnengekomen. En we gaan de meest gestelde vragen van jullie beantwoorden. Dat doen we natuurlijk met onze experts. Ja, laten we meteen maar gewoon beginnen met de allereerste vraag. Ja, hoe voorkom je nou toch die kilo's, hè, die je toch vaak erbij komen als je stopt met roken? Wanda?
Je kan, ik heb eerder gezegd, een plan maken van tevoren. Als je daar echt bang voor bent, ga dan, maak een bewegingsplan of ga naar een sportschool of ga besluiten dat je tijdens een hunkering de trap op en neer gaat. Neem een besluit dat je niet elke hunkering of elke sigaret gaat vervangen door een roomsoesje of een bitterbal. En dan zit je straks aan 20 bitterballen, ja, dan lukt dat wel. Ja, en dat moet je in je plan meenemen. Moet je allemaal je plan meenemen. En voor sommige mensen die er echt heel bang voor zijn, schrijf ik wel eens nicotinevervangers voor, omdat dat ook de stof is die wat sneller doet gaan, waardoor je die eerste maanden, maar dan denk je, nou, dan moet ik al die dingen tegelijkertijd doen. Wat verandert je stofwisseling als je stopt met roken? Ja, dus gemiddeld zou je 2-3 kilo aankomen als je niet echt meer zou eten. Dat is zo. Ja. Maar als je dat ook dat heel erg belangrijk vindt, dan is het goed om van begin af aan al te gaan bewegen. Maar voor sommige mensen zeggen, ja, dan moet ik stop met roken, moet ik ook nog bewegen, moet ik ook nog, dan wordt mijn leven helemaal zo ingewikkeld. Dus ik vind het altijd lastig om, dat is niet voor ieder mens is anders. Ieder mens pakt het anders aan. Sommige mensen willen ook gewoon heel graag wat eten, ter vervanging, maar doe dan iets wat niet aankomt. Hè. Bereid je inderdaad voor en koop het van tevoren al, een snoeptomaatje of doe iets wat komkommers, radijzen, dat hele segment. Als je het in je mond wil hebben, dan... Ook iets wat voor. Ja. Nou, goede tip. En je hoeft natuurlijk niet per se naar de sportschool, hè? Bedoel, al ga je maar wat vaker op de fiets of ga je een stukje lopen, weet je, loop een blokje om of weet ik veel wat. Ja. Het hoeft niet zo heel veel extra te zijn. Je hoeft niet per se dat sportabonnement te gaan doen. Een sportoutfitje te hijsen en naar een sportschool te gaan. Nee, ik kan gewoon lekker een babbeling maken. Ja. Een vraag die jij ook stelde volgens mij, Victor. Een roken van, nou, het is het eerste wat ik doe als ik wakker word. Ja. Dat, dus dan is die sigaret een must, hè? Op dit moment wel, maar dat heb ik dus ook al bedacht van ja, ik ga dan wel uitgebreid ontbijt maken voor mijn vriendin die nog aan het slapen is of zo iets, weet je. Ik denk dat ik gewoon in beweging moet komen in plaats van, de Engels zeggen ze, if you're gonna sit in the barber's chair, sooner or later you're gonna get a haircut. Oftewel, uit de situatie. Je moet van tevoren voorbereiden en voor iedereen zal het anders zijn. Maar ze vraagt die heel veel mensen hebben, hoe kan ik dat moment nou goed tackelen? Ja, dan ook weer van tevoren goed nadenken wat bij je past. Sommige mensen zitten de wekker later, hè, dat je gewoon wat korter de tijd hebt. Mm-hmm. Of je stapt eerst onder douche, terwijl je anders normaal eerst koffie zet. Dus kijk hoe je ritueel is en kijk of je die kan ombuigen. Ja. Of ontbijt klaarmaken voor je vriendin. Wat een hele goeie is. Twee vliegen in één klap, denk ik. Ja. Weet je, en probeer om dan bijvoorbeeld, als je normaal niet de tijd neemt om te ontbijten, maar je bent gek op yoghurt met muesli, maar je vindt het te veel gedoe, ga dat nu dan wel doen. Zorg dat je het in huis hebt en neem die tijd. Ja. En ga gewoon je hebt ook tijd over. Ontbijten. Ja. Ja. Maar maak er ook iets leuks van, hè? Dat je niet het gevoel hebt van, oh, wat mis ik dat ontzettend. Maar als je dan iets doet waar je ook van kan genieten, is het ook een positieve, leuk moment. Ja, precies. Ja. Is het een positieve invulling. Ja, en zoek het vooral bij jezelf. Iedereen maakt een ander plan, hè? Iedereen weet van zichzelf wat hij leuk vindt. Ja. Dan wat jij leuk vindt, wil jij niet leuk vinden. Hè? Dus zoek. Denk bij jezelf naar maak echt je eigen plan. Ja. Maar hoe creëer je nou toch een hele andere mindset en blijf je gemotiveerd? Ja, wat belangrijk is, hè, als je rookt, zit je niet aan je motivatie te denken waarom je wilt stoppen met roken. Hè. De motivatie met roken zit hier en nu. En je motivatie zit vaak wat verder in de toekomst. Ja. Dus breng die toekomst wat meer dichterbij. Dus het is belangrijk om je motivatie op te schrijven. Stop het in je portemonnee of achter je telefoon. Zorg dat je zelf weer dat plan maakt van tevoren. Beloon jezelf. Maak het een beetje leuk. Doe het samen. Als je dat iedereen vertelt, dan word je wel bij de les gehouden. Denk niet dat het vanzelf gaat. Zoals ik vorig jaar dacht, nou, dus wijn ik wel even een beetje doorheen. Waar heeft hij van geleerd? Ja, nee, maar dat is een hele, hele goede reminder. Ja, en als je dat iedereen vertelt, is ook wel, hè, dat is ook vaak ook een stok achter de deur. En dat helpt. En de mensen vragen er eens naar. Je krijgt eens een keer een schouderklopje. Ja, het werkt allemaal. En als je je voorbereid hebt en je hebt allerlei informatie opgedaan, weet je, bijvoorbeeld door het boek Nederland Stopt erbij te pakken en te gaan lezen. Daar staan altijd wel bepaalde hoofdstukken in die jou pakken. Weet je, dat je echt zoiets zegt van, oh, dat wist ik niet. Of jeu, dat zou heel goed kunnen helpen. Op het moment dat je merkt dat het misschien een beetje wegzakt, pak dat er weer bij. Weet je, de dingen die je had bedacht als motivatie. Nou, net wat Pauline eigenlijk ook al zegt. Dus de dingen die je ter voorbereiding gedaan hebt, waar je echt wat aan gehad hebt. Soms zakt het een beetje weg. Pak het er weer bij. Ja. Weet je, dus dat die mindset gewoon fris blijft. Ja, jij sprak zo even, Wanda, over een kauwgom, een nicotine-kauwgom of iets dergelijks. In hoeverre is het goed, handig, nuttig om dat soort hulpmiddelen te gebruiken? Champix heb ik ook eens van gehoord, pleisters. Het belangrijkste is dat
dat je weet dat die farmacologische, die nicotineverslaving, dat die eigenlijk na een paar dagen over is. En dat de grootste mate van dat het misgaat is die Pavlovs, die honden, die koppelingen. Ja. En daar doen nicotinevervangers niks op. Dat zit gewoon in je brein en je wil gewoon, dat komt vanzelf op. Maar mensen die echt een pakje per dag of twee pakjes per dag roken, die echt nicotine, zeer nicotineafhankelijk zijn, daar kan het soms helpen om bijvoorbeeld de dag voordat je gaat stoppen een nicotinepleister te plakken. Die werken 24 uur, dus als je dan heb je die ochtend extreme hunkering, die kan je wat dempen. Dus mensen die heel weinig roken of meer van die feestrokers zogenaamd dan zijn, die hebben daar wat minder baat bij. Maar die hele zware rokers, die echt die hele nicotineverslaving. Maar ook zij, ook al kunnen ze dan misschien net, maakt het je ietsje makkelijker. Ja. Maar ook zij, als zij gestoppen en van hun nicotineafhankelijkheid af zijn, die koppelverslaving is er nog steeds. Ja, en dat je dat maar realiseert. Want ik heb alles geprobeerd, en pillen en pleisters. Ja. Pillen en pleisters zijn, zoals je je been breekt, neem je paracetamol tegen de pijn. Maar revalideren en het hele moet je allemaal zelf doen. Nou, zo is bij stoppen met roken ook. Soms kunnen pillen en pleisters jou een beetje het verlichten, begintijd. Maar het echte stoppen, het gestopt blijven, dat moet je echt zelf doen. Ja. Maar ja, dan is de overwinning ook des te groter als het dan lukt. Ja, zo. Ja, zo. Ja, ja, goed, ook wel. En het komt echt ook weer normaal, hè? De kop koffie wordt echt weer normaal zonder een sigaret. Dus dat is goede nieuws. Als je dat vaak doet, dan wordt dat weer. Wordt dat een nieuwe gewoonte? Wordt dat een nieuwe gewoonte? En ik denk dat je ook niet moet vergeten, als je hulpmiddelen wilt gaan gebruiken, doe het in overleg. En doe het niet zonder begeleiding. Dus met begeleiding. Ja. Vraag het aan je arts. Vraag het aan je coach als je die al hebt. Van wat zou ik het beste kunnen doen? Ja. En ga er niet van uit. Kijk, we horen best nog wel vaak dat mensen een poging gedaan hebben dat ze dachten van oké, morgen ga ik stoppen met roken. Ik ga naar de supermarkt of naar waar je dan ook je pleisters koopt. Ja. En ik plak die pleister op en huppakee. Dat is klaar. Oh, dat is het. En een e-sigaret zonder nicotine, is dat nog een idee? Of zeg je... Nou, een elektronische sigaret is in het algemeen niet het ideale stopmiddel. Want je onderhoudt de gewoonte. Ja. Ja. En vrijwel alle e-sigaretten zit ook nicotine in. Dus dan onderhoud je ook je verslaving. Ja. Dus het is, als iemand alles geprobeerd heeft, zijn nu voorstellen in Australië om het alleen nog maar op recept te geven. Als iedereen alles geprobeerd heeft, maar niet... Ja. Niet zo. Nee. Want het is ook inderdaad dit, hè, met je handen. Ja. Het is toch gewoon een gewoonte. Ja, we moeten helaas weer bijna afronden. Maar ik wil toch eigenlijk deze vraag toch nog even stellen. Want het ook misschien net een belangrijke is. Want hoe hou je het vol, vooral die eerste week? Hoe hou je die eerste week vol? Nou, plak het in kleine stukjes. Hè. Dus het begin eerst bij de eerste dag. En als je dat overleeft, kom je ook weer de dag twee. Bedenk van tevoren wat je die dag doet. Of er rare dingen in zit. Of wat je met een feestje zit. Of met welke vrienden je tegenkomt. En dan kan je al voorzien welke moeilijke momenten je tegen gaat komen. Ja. Maar maak het klein. Dat maakt het overzichtelijk. Dat zijn mijn tips. En toch een goed plan maken horen we toch eigenlijk de hele tijd terugkomen. Ja, ik denk dat dat wel echt wel belangrijk is. Ja. En beloon jezelf, denk ik altijd. Oh, dat is ook een hele belangrijke. Ja, niet met een sigaret, maar iets anders. Ja, daar stopt over tegen. Kijk op de app. Ik denk steeds, als je het moeilijk hebt, wat doen andere mensen? Er zijn 4,5 miljoen mensen naar voren gegaan. Ja. En ik denk ook dat het goed is dat je erop voorbereidt dat het inderdaad in het begin moeilijk kan zijn. Dat je er niet te makkelijk over denkt. Nee. En weet, en dat horen wij ook heel veel terug, het wordt echt steeds makkelijker. Weet je? Dus als je het per dag bekijkt, oké, die heb je gehad. Morgen weer een nieuwe dag. En gaandeweg merk je gewoon dat het steeds een stapje makkelijker wordt. Dus, volgens mij mooi om het hier zo af te sluiten. Ontzettend bedankt voor jullie tijd en voor je kundigheid. Ingrid, Paulien en Wanda. Patrick natuurlijk ook. Ja, en Anita ook. Nee, we hebben lang niet alle vragen kunnen beantwoorden op dit moment. Maar geen nood. Want alle vragen die binnen zijn gekomen, die nog binnen zullen komen, die gaan we allemaal in filmpjes beantwoorden. Dus hou daarvoor vooral onze socials in de gaten. Daar kun je alleen maar je voordeel mee doen. Je hebt gehoord van ervaringsdeskundigen hoe verschrikkelijk veel het gaat opleveren. En nogmaals, heel veel succes gewenst. Ja, succes. Volgende.